Het VN Kinderfonds, UNICEF, heeft medische goederen geschonken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van de beheersing van de COVID-19-pandemie in Suriname. Programmanager Patrick Matali, die de overhandiging deed, gaf aan dat de UNICEF een zeer betrokken partner is van Suriname, die middels technische en financiële contributies bijdraagt aan de nationale doelen. Vermeldenswaard is dat de UNICEF eerder ook ondersteuning heeft gegeven bij het produceren van video's in de strijd tegen het COVID-19-virus. Verder zijn er programma's gemaakt waarbij de nadruk wordt gelegd op veilig water, sanitatie en hygiëne, het distance learning programma en op het gebied van sociale zekerheid. De minister van BUSA, Ildis Polak-Bigli, benadrukte dat solidariteit en samenwerking cruciaal zijn in deze ongekende tijd voor de wereldgemeenschap. Minister Antoine Ilias van Volksgezondheid, die de goederen ceremonieel in ontvangst heeft genomen, gaf aan dat het van belang is dat de gezondheidswerkers adequaat beschermd worden en dat de goederen zeker tot hun recht zullen komen.